is een verschrikkelijk iets wat er gebeurd is. En de gedachten zijn natuurlijk ook bij de nabestaanden en de familie. Bloemen, kaarsjes en persoonlijke boodschappen bij de ingang van de bioscoop aan het gedempte Zuiderdiep. Afgelopen zaterdagochtend werden in het gebouw de lichamen van een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw gevonden. Het echtpaar uit Slochteren, dat al jarenlang de bioscoop schoonmaakt, bleek te zijn vermoord. De politie begon direct een groot onderzoek dat gisterochtend resulteerde in de aanhouding van een 33-jarige verdachte. Ja, alle lof voor de politie, maar ook alle lof voor de ambulancemedewerkers. Men heeft daar natuurlijk iets verschrikkelijks aan getroffen. Je ziet nu weer eens onder welke moeilijke omstandigheden hulpverleningsdiensten af en toe hun werk moeten verrichten. En ik denk dat we als samenleving wel eens iets meer mogen uitstralen hoe blij we kunnen zijn met zulke hulpverleners. We hebben gisteren natuurlijk de 33-jarige verdachte aangehouden. Ons onderzoek gaat echter nog steeds verder. We moeten hem nog verhoren. We zijn nog tips aan het natrekken. We hebben er zo'n dik 200 gehad. Dus daar willen we iedereen heel erg voor bedanken. Dus het onderzoek gaat in alle facetten, forensisch en tactisch, gaat gewoon nog door. Terug naar gisterochtend rond 9:30. De verdachte werd aangetroffen hier aan het Hoendiep. In de avond ervoor waren naam en foto van de verdachte gepubliceerd, waarmee de hulp van het publiek werd ingeroepen. De politie had op dat moment sterk het vermoeden dat de man nog in de stad verbleef. Ja, we hebben vanaf zaterdagochtend natuurlijk onderzoek gedaan, forensisch onderzoek, tactisch onderzoek. We hebben heel veel getuigen gehoord en tips binnengekregen ook. Ja, en die combinatie van al die informatie maakte dat wij zondagochtend de info naar boven kregen van waar die mogelijk zou kunnen zijn. En daar zet je dan je politiemensen op in. Daar wordt dan bij geschoten. Dat was ook noodzakelijk, hè? Ja, wij schieten natuurlijk nooit zomaar. En de collega die zag hem lopen. Hij moest natuurlijk aangehouden worden. Hij wordt ervan verdacht twee mensen om het leven te hebben gebracht. Hij had ook een mes bij zich. Hij kwam ook dreigend op de collega af. En ja, toen is er geschoten in het been. Hij raakte gewond aan de benen. De verdachte is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Als de behandelend artsen groen licht geven, zal de man verhoord gaan worden. De bioscoopmoord is ondertussen het gesprek van de dag. Een incident met een grote maatschappelijke impact, zegt burgemeester Koen Schuiling. Ja, als je de reacties van mensen leest, dan zie je ook grote betrokkenheid. Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de nabestaanden. Dat is heel mooi. Verder hebben heel veel mensen natuurlijk gezien dat het Zuiderdiep werd afgesloten. Dus iedereen heeft het eigenlijk ook meegemaakt. En ook de arrestatie van de verdachte hebben heel veel mensen gezien. Het is een grote zaak, twee dodelijke slachtoffers. Ik neem aan dat het ook heel veel doet met uw collega's die ter plaatse zijn geweest. Ja, we zijn natuurlijk geen robot, we zijn niet van steen. En we zien allemaal heel veel in ons werk en daar zijn we voor opgeleid en daar zijn we voor getraind. Maar dit soort dingen, dat zal iedereen begrijpen, dat doet altijd wat met collega's. Waar nodig zullen deze hulpverleners ook hulp en begeleiding krijgen. Het politieonderzoek is ondertussen nog volop bezig. Zo is men bezig om een reconstructie te maken om duidelijk te krijgen waar de verdachte de afgelopen dagen van minuut tot minuut verbleef. De burgemeester roept hierbij de hulp ook in van het publiek om deze informatie vooral te delen. We proberen natuurlijk alle minuten helemaal te vullen van waar was hij toen, wie heeft hij ontmoet, wat heeft hij gedaan. En zo kunnen we als het ware een heel goed beeld krijgen van wat is er voorafgaand aan zaterdagochtend en nadien. Tot de arrestatie allemaal gebeurt. De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 8844. De bioscoop laat weten ook morgen nog gesloten te zijn. Woensdag gaat men naar verwachting weer open. Ja.